In deze videoserie laat ik zien hoe ik langzaam maar zeker van het gas af wil komen. De eerste en belangrijkste stap is natuurlijk geweest dat ik ben gaan verwarmen met een airco. En dat is een enorme stap geweest. Maar een airco gebruikt natuurlijk wel stroom. En een logische tweede stap is natuurlijk om die stroom zelf op te gaan wekken met zonnepanelen. Nou, daar liggen ze dan. Het bleek trouwens wel even zoeken naar een installateur, want dat bleek niet zo eenvoudig. En is eigenlijk raar, want mijn dak ligt prachtig op het zuiden, maar ik heb een dakkapel. En de installateurs die ik heb benaderd, of veel installateurs die ik heb benaderd, die vonden het helemaal niet interessant om bij mij panelen op het dak te leggen. Waarom? Omdat het te ingewikkeld was of ze konden er niet genoeg kwijt. En er was zelfs een installateur die zei van ja, voor jou is het helemaal niet interessant, terwijl mijn dak op het zuiden ligt. Ik heb uiteindelijk een installateur gevonden die met me mee wilde denken. En nu liggen 8 grote panelen op het dak. En daarnaast is de stroomvoorziening nog heel netjes weggewerkt. Ja, nu liggen ze dus op het dak. En het is heel grappig om te zien dat ook op je slimme meter dat direct is terug te zien. Metertjes die eerst op 0 stonden beginnen ineens omhoog te lopen. Nou, ook heb je een app waarop je de opgewekte stroom kan zien. En dat is natuurlijk super gaaf, want stiekem begin je natuurlijk eigenlijk direct te rekenen. Wat me trouwens direct opviel was dat de slimme meter in mijn meterkast andere waardes aangaf dan de waardes op mijn app. Op mijn app zag ik dat er veel meer stroom was opgewekt dan op mijn slimme meter. En dat blijkt te komen doordat wanneer jouw zonnepanelen stroom opwekken en je verbruikt stroom, dat direct met elkaar verrekend wordt. Daardoor zie je ook in mijn stroomverbruik dat het ineens een stuk minder is geworden. Nou, de combinatie van een airco als verwarming en zonnepanelen voor je eigen stroom is eigenlijk een hele goede set. Ja, zeker met mijn nieuwe energietarieven bespaart het mij enorm veel geld. Nou, volgende keer wil ik laten zien wat er was gebeurd als ik niet op tijd had gereageerd op mijn nieuwe energietarieven. Vergeet je niet te abonneren. En geef even een duimpje. Tot volgende keer.